Hallo allemaal. Het is vandaag even wat anders dan normaal, want niks doet het. Mijn iPad doet het niet en mijn telefoon die wil niet. En ik heb een nieuwe webcam, dus die probeer ik maar meteen uit. En als het goed is, ben ik nu live. Ik zie helemaal niemand, dus ik weet niet of het lukt. Ja, ik zie iemand. Eén kijker. Ik ben ook wel iets aan de vroege kant. Maar we wachten gewoon eventjes af en dan zie ik het wel. Dus de opzet is eventjes wat anders. Hoi Larette. Dus ik heb hele witte tanden op deze camera. Ik vind het wel leuk. Is weer wat anders. Mijn bril werkt niet helaas mee met de belichting. Want je ziet het heel mooi, het scherm in mijn bril zitten, maar het is niet anders. Anders kon ik niks laten zien. Dus ik dacht eventjes tot iedereen er is. En dan hoor ik het wel. Oh, wat gezellig. Hallo allemaal. Ja, 33 al. Het gaat hard. Dus ik moet wel opletten, want mijn camera zit hier en niet hier. Dat ik niet de hele tijd, dat je niet altijd naar mijn voorhoofd zit te kijken. Maar ik heb dus een nieuwe webcam. En die is speciaal voor live video's. Ik moet hem alleen nog zo installeren dat ik hem. Hier is mijn werkplek. Dat ik hem hierboven kan neerzetten. En als het goed is, hebben jullie dan beter beeld. En ook nog beter connectie. Want dit is namelijk een draadje. En dan heb ik niet meer het wegvallen van mijn wifi. Dus dat is wel helemaal leuk. Oh, het doet ook scherp stellen, zie ik. Dus dit is de try-out. Dus hallo allemaal, wat gezellig. Het is alweer een tijdje terug, hè? Ik geloof. De tweede live video van deze maand. En de maand is bijna om. Dus dat was het. Als jullie wat willen weten, ik hoor het graag. Ik vind dit soort video's altijd wat lastiger dan dat ik wat ga scrappen. Dus de beurs. Hoe was het, zeg maar? En het was echt heel erg tof. Ik heb nog wel een beetje deadlag. Dus als ik ga zitten gapen, dan ga ik ook afsluiten. Dan is dat klaar. Maar het was heel erg tof. Zondagochtend terugkomen. En het was de beurs natuurlijk al wel eventjes afgelopen. Maar ja, dat was echt heel erg tof. Dus hallo, oh, 56 al. Hallo allemaal. Oh, wacht, ik zie hier. Ik moet wel mee naar beneden scrollen. Oh, dat is wat lastig. Ja, luxe webcam, hè? Het is een HD webcam. En er komt zelfs zo'n statiefje bij. Hij hangt nu op mijn scherm. Maar het is ook nog een statiefje. Dus dat is helemaal cool. Hey, Charlene. Charlene, jouw vraag voor je handtekening bij James was toch wel een episch moment. Voor de mensen die het gemist hebben. Ik kwam erachter dat ik met Instagram Live wel online kon komen. Ik kreeg geen video's online, dat ging allemaal heel moeilijk. Maar Instagram Live deed hij wel. En Charlene die wilde heel graag een handtekening hebben van James Burke. En die bleek op dat moment ook een live video te doen. Dus samen met Sophie. Sophie was ook die was bij James en bij mij. En toen hebben ze zo voor gezorgd dat James naar We Are Memory Keepers ging, waar ik ook stond. En toen hebben we live via twee Instagram live momenten elkaar gevonden en een handtekening gezet. Je handtekening is live, is goed. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Want dit is namelijk nu mijn planner. Dus ik ga wel, als het goed is, kan ik nu hem iets meer zo zetten. En dan, oh, nou dan valt hij er eens af. Dat gaat dus niet. Nou, ik hou het dan wel gewoon omhoog. En als het goed is, zit hier de ding in. Sowieso heb ik deze. Dit is een, oh, hij doet het niet in spiegelbeeld, wat fijn. Deze is geschreven door Paul Antonio. Dus die komt in mijn planner. Hij wilde niet op mijn papier schrijven. Hij zegt, I can't write on your paper, zegt hij. Dus hij heeft een eigen papiertje genomen. Ik heb in ieder geval deze voor je meegekregen, Sully. Een kaartje van James Burke. Die heb ik sowieso. En dan een handtekening. En voor Sophie, voor jou heb ik er ook eentje. En ook nog eentje voor mezelf natuurlijk. Even kijken waar die in zit. Ik heb hier in ieder geval, kijk, dit is wel heel cool. Dit is eentje van Chimel. Die heeft hem voor me gemaakt. Hij is heel wit, mijn scherm. Ik hoop dat je het kan zien. Er staat: Martina, always so lovely to see you. I'm so glad you stopped by. All the very best for a year filled with happy crafting. Chimel. Dus die is heel erg leuk. Hij kan op alles schrijven. Ja, tof, hè?
Dan hebben we ook, oh, dat is een leeg blaadje. Deze is van Dear Lizzie. Die wilde niet op een wit blaadje. Dus die heeft op een blaadje die ik al gescrapt had, heb zij geschreven en een papiertje opgeplakt. Daar komt dan de foto nog op. Daar staat op, love seeing you again. Keep creating, Dear Lizzie. En dan is deze, die krijg je niet. Sorry Celine, deze heeft hij voor mij gemaakt. Heeft die pagina voor me gemaakt. Fabulous, yours, James Burke. XOXO. En dan heeft Heidi Swap heeft deze gemaakt. Met de nieuwe minkfolie. Het is echt heel erg licht. Zal het helpen als ik hier mijn lichtje uitdoe? Wacht even hoor. Helpt dit wel iets? Oh, ik heb af van alles laten vallen. Hij blijft nog wel heel wit, hè? Wat vinden jullie beter? Dat licht aan of uit? Zeg het maar. Misschien staat mijn beeldscherm wel heel licht. Dan hoor ik het van jullie. Hoi Jolanda, hoi Angelique. En dan heb ik hier, ik moet hem even door midden snijden. En dan heb ik hier Dear Sophie en hier Dear Charlene met handtekening en tekst. Dus die krijgen jullie opgestuurd. Geen verschil aan, uit. Uit, aan, geen verschil. Uit, want het weerkaart ook echt mijn bril. Ja, maar dat doet mijn scherm. Aan, hoor ik. Ik ga even kijken. Ik zet hem toch weer aan, want dan zie ik hier op meer. Ik had net ook nog mijn studiolicht aan. Dat was echt heel fel. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Die heb ik maar weer uitgezet. Dus we laten het toch maar weer eventjes aandoen. Ik kan ook gewoon mijn bril afdoen. Kijk. Maar dat ziet er wat zo raar uit. Maar dat kan ook, dus schiet het er ook niet in. Kon iedereen naar de beurs? Marijke, nee. De beurs, daar kan niet iedereen naartoe. Daar kan je alleen naartoe als je werkzaam bent in de industrie. En in mijn geval kan ik erheen als blogger slash vlogger. En krijg ik perskaarten. Dus dan hoef ik niet te betalen. Dus dat scheelt altijd wel. Op je telefoon is het minder, oké. Okay. Dus dat is wel goed. Dus de beurs, het is een trade show. Dus het is echt wel voor handelaren. Het is ook, daar gaan ze ook wel van uit hoor, als je er bent. Nou heb ik ergens nog van Jane Davenport, maar die zit apart. Want die heeft op een ander papiertje gedaan, dus die moet ik nog even stansen. Dus dit is mijn verzameling van mijn planner. Er zit genoeg in, maar ik heb het nog niet allemaal bijgewerkt. Dus dat moet ik nog gaan doen. En dat gaan jullie ongetwijfeld ook nog zien. Er zitten ook alvast wat sneak peeks in voor nieuwe producten voor Elizabeth Craft Design. Dus dat mag ik sowieso nog niet laten zien. Want er komen weer nieuwe stansen en stempels aan. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat is mijn planner so far. Die leggen we gewoon zo aan de kant. Let niet op mijn achtergrond. Dit is het enige stuk wat nog niet helemaal opgeruimd is. Mijn kasten zie je wel al een beetje. Die zijn ook nog work in progress. Maar het is ook wel helemaal goed. Ook straal helemaal, wat leuk. Gezellig. Hoi, hoi. Hey Sabine. Dus het is maar even bril uit. Het is wel lastig. Ik moet zelf scrollen voor mijn comments. Dus wat willen jullie zien, jongens? Roep het maar. Dan roep ik wel of ik het heb. Gave stoel, dankjewel. Die, hè? Hij is alleen niet van mij. Hij is van Martin. Hij staat tijdelijk op mijn kantoor. Maar ik heb gezegd dat ik hem hebben wil. Want hij zit echt heel erg lekker. Dus ik wil hem heel graag hebben. Hij past heel erg bij mij. Maar Martin heeft hem gekocht voor bij hem op kantoor. Maar hij staat hier even tijdelijk. Dus die zet toch mijn bril op. Het ziet toch een beetje raar uit. Dus sorry. Wordt wel tijd voor een nieuwe bril ook. Alles. Jammer dat Tim zo moeilijk bereikbaar was. Ja, dat klopt. Tim Holtz is heel erg druk altijd. En ik heb hem normaal gesproken, dan loop ik wel langs op momenten dat hij demo's geeft. Ik heb hem gewoon niet gezien dit jaar. Ik heb ook DN Rivlin niet gezien. Ze waren er wel, maar ik heb ze gewoon niet gezien. Dus dat, ja, jammer. Dat is wel jammer. Alles.
Nieuwe stansmachine van de Diamond Press. Die heb ik niet. En die heb ik ook niet gezien op de Createvation. Ik ben er wel naartoe geweest naar de Crafters Companion. Maar de enige die ze hadden, dat was de Gemini Go. Maar die is al een tijdje uit. Dat is deze. Dus die is niet nieuw nieuw. Maar dat is de Gemini Go. Dus die... de nieuwe Diamond Press heb ik daar nog niet gezien. Ik heb niet alles zomaar binnen handbereik liggen hoor. Maar deze toevallig wel. Stickers. Doet hij mij nou volgen, die camera? Leek het even op, hè? Volgens mij viel hij gewoon een stukje naar achter. Zo. Dus. Stickers. Oh, stickers. Ja. Moet ik even kijken. De kleine standsmachine van We Are Rabbit Keepers. Die heb ik wel. Hij staat heel hoog, hè? Laat ik hem weer... Zo. De kleine stansmachine van We Are Memory Keepers. Even kijken hoor. Die heb ik wel. En die is echt zo schattig. Hij is heel klein. Hij draait wat stroef. Misschien komt dat nog. Hij doet echt heel erg licht. Kunnen we het donkerder maken op een of andere manier? De Mini Evolution. Dus die is wel heel erg tof. De Kinch of Sins. Ik weet nou hoe je het uitspreekt. Die heb ik ook niet. dat is een apparaat wat al wat langer op de markt is. En die is loodzwaar. Dus stel dat ik hem ook als sample mocht meenemen. Dan is dat niet te doen. Dat is zo ontzettend zwaar. Ja, licht uit. Maar dan wordt hij echt net te donker. Ik kan mijn, als ik mijn gewoon licht uit doe, denk ik dat hij het neutraliseert. Dus ik moet het misschien even spelen met mijn instellingen van de camera. Dus maar dit is dus de Mini Evolution. En daar komt bij een pakje papier. Nou, dat vond ik wel heel, heel netjes. Stansblokjes natuurlijk. Hij werkt met twee kleine plaatjes. En een iets dikker plaatje. En die sandwich die gebruik je altijd. Tenzij je een embossing folder gebruikt. Dan gebruik je alleen maar deze twee. En die embossing folder die zit erbij. En je krijgt ook een setje met stitched circles. Dus dat is wel heel erg tof. Oh, je krijgt... Oh, sterker nog, je krijgt twee embossing folders erbij. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is de Mini Evolution. Dus dat is wel heel erg cool. Heb ik er al wat mee gestanst? Ik heb één cirkeltje ermee gestanst. En hij is wel heel tof, maar doordat dit natuurlijk heel klein is, moet je hem wel heel vaak ronddraaien voordat hij aan de andere kant was. Dat was wel iets wat mij opviel. Maar de zuignap, die doet het echt heel erg goed. Daar was ik wel echt heel erg blij mee. Ik moest dat natuurlijk op mijn hotelkamer wel uitproberen, want je kreeg er ook papier bij. Wat niet werkt, is eerst embossen. En daarna stansen. Ik denk dat er dan te veel hoogteverschil in zit. En dat dan de stansjes het niet helemaal goed pakken. Dus dat werkte niet optimaal. Maar dat laat ik dan uiteraard nog wel een ander keertje zien. Maar dat is dus de Mini Evolution. En de platen zijn... dit is een matje van de Gemini Go. Dus die zijn gelijk qua breedte. Dus dat is hetzelfde. Dus dan is het ook dezelfde maat als de Sidekick en als de Altenew stansmachine. Als, nou ik denk heel erg veel verschillende stansjes. Even kijken. Planner, travel, notebook zelf maken misschien. Al hier te krijgen. Als het goed is, is die nu uit. Monique, ik ga lekker van alles showen. Die prijswinnende fotoalbums, heb je die ook? Nee, die heb ik niet. Sowieso waren ze er nog niet. De fotoalbums... Van Webster Pages waren samples die ze daar hadden. En ze hopen dat het begin lente, maart, april, moet dat binnen gaan komen. Dus die zijn dan pas binnen. Echo Park heb ik ook geen producten van. Die zijn niet zo heel erg vrijgevig. Simple Stores, Echo Park, Ranger en Webster Pages doen niet aan samples. Daar krijg je echt, dan kan je lullen als Brugman. Maar de samples krijg ik in ieder geval er niet. Maar mijn koffer was toch vol, dus dat scheelt. Want, je ziet hem al staan.
Die koffer was echt heel erg tof. Ik had allemaal samples verzameld. Ik mag dan altijd aan het einde van de show bij American Crafts mag ik samples pakken. Als er meer dan twee producten hangen, weet je wel, dat soort dingen. Maar van heel veel hangt er maar één. En toen liep ik langs bij het einde bij We Are Memory Keepers. En Ellie Dostel heet ze zo. Dat is de blonde mevrouw die je altijd ziet bij de We Are Memory Keepers filmpjes. Die zegt, Martine, Martine, kom over. Dus ik dacht, ze weet mijn naam. Toen had ze een hele stapel met We Are Memory Keepers producten. En toen zegt ze, kom over. I selected some stuff for you. I just don't know what you have already. Dus ik dacht, oké. Wat tof, wat aardig. Maar het was echt zo'n berg met spullen waarvan ik eigenlijk nog niks had. Dus dat was wel heel tof. Dus zegt ze, heb je een koffer om het ergens in te doen? Ik zei, nee, ik heb geen koffer nu bij me. Ze zegt, nee, ze zegt, wil je die hebben? Ik zeg, nou, dat wil ik wel. Want die heb ik nog niet en die stond al op mijn lijstje. Dus die wilde ik wel hebben. Dus dat was heel erg cool. En toen hebben ze hem echt zo gevuld met We Are Memory Keepers producten. Dus toen stond ik aan het einde wel echt zo, wat gaan we hiermee doen? Dus dat was echt heel erg tof. Even kijken hoor, heb je iets nieuws gezien op gebied van watercolor? Ja, dat heb ik. Is van American Craft zo. Die komen met een nieuw merk, Paper Fashion. En die hebben sets om zelf gouache, pigmentpoeders enzovoort te maken. Heel erg tof. Het was niet als samples verkrijgbaar. Dus ik heb er nog niks van. Maar ik hoop dat wel verandert. Dat is wel heel erg cool. De kleurige lijn van Studio Light gezien. Studio Light is een Nederlands bedrijf. Die staat wel op de beurs in Duitsland, maar niet op de beurs in Amerika. Dus die heb ik niet gezien. Hoi Marike. Oh, heel hebberig. Ja, mazzel komt, hè? Die koffer is heel fijn. Ik snap dat je niet gestopt bent met. Yep. Dus dat is wel heel erg tof. De turquoise koffer. Nou, die turquoise koffer, die heb ik boven staan. Op mijn zoldertje. Maar ik vind de indeling daarvan niet altijd even handig. En toen ik hem kocht, dacht ik, dan koop ik de tas er later bij. Blijkt er geen tas van te zijn. Ik wil heel graag een tas. Dus was ik heel erg blij mee. Ja, het is echt heel tof. Dus, wat zat er allemaal in van We Are Memory Keepers? Ik heb niet alles hier liggen. Daar zat in de grote Happy Jig van We Are Memory Keepers, waarmee je die grote woorden kunt maken, inclusief garen en metaaldraad en een neondraad. Dus daar heb ik wel al een plannetje mee, dus dat is wel heel erg tof. Ik heb alles uit de verpakking gehaald daar, want het was zoveel verpakking. Deze, de Press Advanced, die heb ik. En ze stuurt me de press waar dit bij hoort nog op. Want ze zegt, heb je die? Ik zeg, nee, die heb ik niet. Want in Europa mag de originele stempelpress nog verkocht worden. Die mag in Amerika niet meer verkocht worden. Dus dan heeft We Are Memory Keepers heeft deze uitgebracht. Maar deze heeft allemaal lijntjes hierin zitten. En dan krijg je er twee doosjes en stempeltjes bij. Rubber stempeltjes. Hoop ik dat ik het doosje open krijg. Dat is dan heel klein. Dat is niet te zien, denk ik. Hele kleine rubber stempeltjes. Die passen dan in die lijntjes. Dus kan je heel makkelijk heel veel woorden en dingen achter elkaar stempelen. Ik moet het nog uitproberen, maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Daarnaast heb ik het setje met de stencils gekregen. En daar was ik eigenlijk verrassend enthousiast over. Dat ik echt dacht, oh, A, wat zit er veel in? En B, wat zijn ze leuk? Dus dat is wel heel erg leuk. Deze is alleen een woordje thanks. Dat je denkt, is dat wel leuk? Maar die past dan weer in deze. Dus dan kan je die stencilen. En dan kan je die thanks. Zo. Moet ik hem wel goed houden. Die past daarin. Dus je hebt thanks. Hello. En love. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan heb je deze, die zit erin. Deze. Deze. Stippeltjes, maar het zijn een klein beetje messy stippeltjes. Stikrandjes. Bloemetjes. Streepjes, maar ook weer niet heel heel netjes. Soort bloemetjes en streepjes. En nog meer bloemetjes. En al deze stencils zitten dus in één set. Dus dat is echt wel
de moeite waard. Het is echt wel superleuk. En die horen dus, als je dus die stempelpers hebt, dat is dus een apparaatje met allemaal pinnetjes, dan kun je die daar dus in leggen. Ik ga ze gewoon natuurlijk gewoon los gebruiken, want dat vind ik makkelijker. Maar dat is eventueel een optie. En deze kun je ook los gebruiken. Het is gewoon een stempelpers, maar doordat hier de van die foam dingetjes zitten, dan kun je hem neerleggen en dan pas neerdrukken, waardoor je eventueel wat rechter kunt stempelen. Dus die is heel erg tof. En dan deze. Het is allemaal wit, hè? De mini trimmer. Ik vind het zo schattig. Zeker voor in de koffer gewoon, voor op reis. Is echt helemaal leuk. Hoef je niet een hele trimmer mee te nemen. Maar dan heb je het wel allemaal mee. Dus dat heel tof. Oh, je hebt een turquoise koffer en tas. Mazzelaar, Anneke. Dat is echt mazzel. Dat wilde ik ook, maar nu heb ik een hele mooie gouden. Dus dat scheelt. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Dan heb ik de Coptic Binding Tool. Daar was ik heel erg benieuwd naar, want daarmee kun je dus je eigen TN's en boekjes binden. Coptic binden. Daar hoort een hoesje bij. En daar zit dan een hele dikke naald zit erin. Een boekje. Een kromme naald om het te binden en nog garen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat precies werkt. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Maar dit is dus de Coptic Binding Tool. Welke maat kun je aflezen op de trimmer? Oh, dat is een goeie. Tot 6 centimeter. Dus 3 inch. Nog niet eens 3 inch. 2,5 inch. Dat is echt heel klein. Maar ik denk dat het vooral heel handig is om gewoon een randje van je papier af te snijden. Dat die daar echt het handigst voor is. Niet zozeer om per se iets af te meten natuurlijk. Even kijken, makkelijk om je foto's te matten. Ja, precies. Bij fase de koffer. Ja, maar de koffer die ik heb, daar bestaat geen tas van. Geen matching tas. Wat is mijn favoriete We Are Memory Keepers tool? Die ik gehad heb of die ik al heb. Ik strikvraag natuurlijk. Binding tool. Ja, is van We Are Memory Keepers. Alles wat ik nu laat zien, is van We Are Memory Keepers. Wat ik ook meegekregen heb. De Stitch Easy heet die geloof ik. Sew Stitch, Sew Easy. Ik moet hem nog uitproberen. Er zit van alles bij. Dat ligt zo snel niet hier, zie ik. En patroontjes. Vroeger, toen ik een jaar of 8 of 9 was, had ik al zo'n ding. En die heb ik niet meer. En toen ik deze zag, dacht ik, wat slim. Nooit aan gedacht om het op papier te doen. Het is een, wij maakten er lusjes mee. En daarmee kon je dan patroontjes borduren. En aan de achterkant zag er wel uit alsof het geborduurd was. En aan de voorkant zaten er allemaal lusjes. En hun gebruiken hem dus op de achterkant. En de voorkant, de lusjes, die plak je dus af. Dat is dus eigenlijk de achterkant. Dus dat is wel heel erg grappig om die uit te proberen. Motortas voor te journalen. Ja, wat leuk. Hallo. Hoi Marie-Cé. Dankjewel Marieke. Hij is nog niet af. Daar ben ik zo benieuwd naar deze. Ja, om door te lussen. Dus ik ga hem heel snel gebruiken. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ben er nu afgelopen 2 dagen alleen maar bezig geweest met uitpakken. En niet aan scrappen zelf. Dan heb ik ook nog van We Are Memory Keepers Layering Guides. En daarmee kun je dus de perfecte mat afmetingen maken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Het zit een metalen randje aan beide kanten van de lineaal. Dus je snijdt niet heel snel in je lineaal. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Layering Guides, heel simpel tooltje. En dan een mini stamping press. Dus zo ziet dan die grote er ook uit. Met van die pinnetjes. Waar dus dit dingetje in gaat. En hiernaast komen ook nog allemaal stansjes en stempelsets uit. Die precies hierin passen. Daardoor, ja, dan hebben ze hier wat gestempeld. En dat past dan weer precies met de stans door je mini evolution. Dus dat is wel heel, heel leuk bedacht. Dus het is de kleine stamping tool, stamping press. Staat het erop?
Nee, het staat er niet op. Maar dit is dus een kleintje. Dus zo werkt dat. Beetje alsof er springs op zitten. Maar dat zijn dus die dingetjes die omhoog komen. Dus dat is wel heel grappig. Oh, die verrekt met kleding maken. Ja, hoi Detje. Dus dan heb ik ook nog, dus de laatste tool van Weer Memory Keepers. De Journaling Guide. Je zet je pen hierin. En vervolgens kun je in je journal allemaal moodtrekkers maken. Je kunt hier pockets mee vouwen. Lijntjes zetten, van alles mee doen. Echt een lineaaltje. Dus daar ben ik al benieuwd naar. En wat ik dan ook heb van VR Memory Keepers is van de Journal Studio lijn. Ik mis alleen nog wel iets. Ik vermoed dat dat bij Carina in de koffer zit. De Image Tracing Tool. Dit is dus echt alleen maar twee stukjes plastic. Dus ik dacht eerst, wat moet je daar nou mee? Maar zoals je een beetje kunt zien, doet dit plastic heel erg goed reflecteren. Dat zet je hierin. Je telefoon leg je aan deze kant. Dus in dit geval zal het dus je telefoon zijn. En als je dan door het plastic kijkt, kun je het precies hier zien en overtrekken. Heel simpel dingetje. Ik vind het echt wel leuk bedacht. En dat zit ook in een mooie grijze pouch. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat heb ik gemist, Detje? Niet heel veel. Gewoon gezellig kletsen. De Mini Evolution heb ik laten zien. De Coptic Binding Tool. Ik heb verteld dat ik een Happy Jig Big heb. Maar die ligt nog daar. Daarnaast heb ik een banner punchboard. Die wilde ik al zo lang hebben. En hij lag daar. En toen zegt ze, oh, die wil ik ook nog. Toen zeg ik, oh, dat is goed, neem maar mee. Dus dat is heel erg leuk. Dan heb ik twee hoesjes voor in de journal studio. Ik moet nog even uitdokteren hoe ze precies werken. Want er zitten hier clips op. Maar die clips die passen naar mijn idee niet in die journals. Dus ik moet even uitdokteren hoe dat precies werkt. Ik mocht twee journals meenemen. Dus ik heb er een van Kreetpeper en een van Amy Tangerine. En wat er anders aan is dan van Travel Journals, is dat de kaft wat harder is en recht. Dus je kunt ze minder makkelijk heel dik maken. Maar het voordeel daarvan is dat je ze echt als fotoalbumpjes kunt gebruiken en dat ze heel mooi stapelen. Ze lagen ook overal, in elke stand lagen ze wel gestapeld. En die van Kreetpeper, die hebben een kwastje eraan zitten. En dan heb je twee boekjes erin zitten. Ik heb los nog een etuietje. Die heb ik er los in gestopt. En ik heb ook los nog één boekje erbij gestopt. Dus je hebt allerlei boekjes. Dus ik ben benieuwd. Dit zijn ruitjes en wit. En dan de eerste is gotjes. En dan is dit dus een soort etuietje die erin zit. Dus dat is wel heel erg grappig. Het etuietje en dat andere boekje komen er dus niet bij. Die heb ik er bij ingedaan. Heb je iets in je planner gedaan, die nieuwe? Ja, Marieke, die is heel erg vol. Maar ik moet hem eerst even goed uitzoeken, dus ik kan hem nu nog niet helemaal laten zien. Maar dat komt goed. Dat gaan we doen. Deze is dus van Amy Tangerine. Er zitten ook pockets aan de zijkant, maar deze zou dus hier... Even kijken hoor, ik zit een klein beetje in spiegelbeeld. Je zou dus hier eigenlijk eraan moeten klikken, maar dat kan dus pas hier. Maar als hij dan daarin klikt, dan komt hij er weer uit aan de onderkant. Dus ik moet er toch even uitdokteren hoe dat precies gaat. Hier heb ik ook een envelopje ingestopt, zodat ik al die verpakkingen eruit kon halen. Nou, Maria C., officieel kan je niet inkopen op de Create Vision. En ik heb ook niet ingekocht. Ik ben gesponsord door Merk & Crafts. Ze vinden dat ik heel leuk mijn werk doe. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Want anders dan noemt ze dat niet natuurlijk. Dus door al deze spullen te gebruiken. Mijn video's en workshops en live video's. Sponsor ze mij. Dus dat is wel heel erg leuk. Hoort dat niet aan een kafje van een van die boekjes? Ja, maar die kafjes die zijn heel dik. En dit is heel strak. Dus dan zou je het misschien aan de buitenkant erop moeten klikken. Maar dat krijg ik niet voor elkaar, want het zit er heel strak op. Dus ik durf het niet zo goed. Ik ben bang dat ik die planner misschien beschadig. Even kijken hoor. Daar in dat hoekje zou het misschien wel kunnen.
Maar als het zo moeilijk gaat, dan denk ik niet dat het zo gaat. Dus dat ga ik nog even uitdokteren. Dat komt goed. Maar dat is Journal Studio. En dan heb ik bij de Journal Studio ook nog een paar stickertjes. Puffy stickers. Dus Sabine, stickers. Puffy stickers van Heidi Swap. Deze. Heidi Swap. Deze is van American Craft zelf. Deze is van Amy Tangerine. Oh, het is echt heel licht. En die is van Crepe Paper. Dus dat zijn ook de merken die meedoen met de Studio Journal. Oh, van de insert. Oh. Ik ga kijken. Dat is wel een idee natuurlijk. Even kijken. Heb ik nog niet aan gedacht. Dat zou wel beter passen, inderdaad. Oh ja. Ja, daar past hij wel aan. Hey, heb je goed bedacht, Jessica? Daar past hij wel aan. Dan heb je gewoon een etuietje erin zitten. Maar op de verpakking stond het afgebeeld aan de binnenkant van de planner. Oh, ja, hij steekt wel iets uit. Vinden we dat erg? Kan ik dat goed laten zien? Ja, kijk, hij steekt wel iets uit. Geeft denk ik niet. Oh. Goed, ik ben ook niet altijd de even helderste. Dus dit was We Are Memory Keepers. Nou vroeg iemand net wat mijn favoriete We Are Memory Keepers tools is. En dat is niet een nieuwe, maar dat is toch wel deze. In daarnaast alle punchborden. En ik vermoed dat mijn meest favoriete tool er nog aan gaat komen. Die krijg ik namelijk opgestuurd. Die was er nog niet als sample. En dat is de foil quill. En ik weet niet of jullie het over gehoord hebben. Maar de foil quill is een pennetje wat in je silhouet gaat. Dus dit is een silhouetmesje. Dat heb ik gewoon daar liggen. Dit is een silhouetmesje. Dan moet je je voorstellen dat dit mesje, dit hulseltje, aan een USB-draadje zit. Dat stop je in een USB, of in het stopcontact, of aan een USB-oplader. En sommige, ik heb een silhouet, die kan er niet in, maar in de brodder kan die bijvoorbeeld rechtstreeks in de brodder. En die verhit dat pennetje wat eruit komt. En doordat die dat pennetje verhit, kun je patronen in plaats van tekenen, hotfoilen. Het ziet er mooi uit. Ik ben echt zo benieuwd hoe dat in het echt gaat zijn. Want het was echt heel gedetailleerd. Je krijgt drie verschillende tipjes voor heel fijn, iets minder fijn en dik. En je kunt dan met meerdere kleuren. Het zag er echt heel, heel, heel erg tof uit. En ik weet de prijs niet, Nicole. Daar heb ik niet naar gevraagd. Ja, je hoort silhouet, Monique. Dus dat is de foil quill van We Are Memory Keepers. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En ze gaat hem opsturen naar me. Dus dat hoop ik dat ik die heel snel heb. Want dat ben ik echt wel heel erg benieuwd naar. Dan, wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Nou, ik heb natuurlijk die mooie koffer. En, oh ja, moet even, oh kijk, je hoort het helemaal scherp stellen. Op zaterdag, nee zondag, ben ik uitgenodigd voor Spellbinders bloggersontbijt. En bij die Spellbinders bloggersontbijt hoort een goodiebag. Dus even verzamelen wat daarbij hoort. Volgens mij was dit het. Zat nog in een tas met allemaal pins erbij. Dus ik heb gekregen een stans van Sharon Sowell. En dat zijn allerlei silhouetdiertjes. Het is een beetje, eerst dacht ik, wat is dit, zeg maar. Maar het is dus een hond die rechtop zit. Kijk, is dat een beetje te zien? Een hond die rechtop zit op een taartje. Het is dus een verjaardagsstanssetje. Ja, heb je een boel besteld, Jurda? Was veel om te foilen. Zag bij Scrap Delight de prijs. Oh, wat was de prijs? €100. Maar dat is dan de grote set. Je kan hem ook per dikte kopen. Dankjewel, Marie-C. Hoi, Patricia. De 3 was 99. Ja, dat kan wel. Dat is de grote set. Maar je hebt ook kleinere setjes. Dan kun je of het fijne pennetje of het dikkere pennetje. Ze zijn in ieder geval al allemaal, als je hem koopt, is die geschikt voor alle apparaten. Dus dat scheelt wel. Je hoeft niet nog een aparte adapter te kopen voor de silhouet. Of een aparte adapter voor de brodder. Dat hoeft dan weer niet. Dus dat scheelt dan weer.
Een, het is echt heel slecht te zien dit. Zelfs als je niet in het licht zit, is die slecht te zien. Maar dit is een embossingmal, zeg ik het goed? Ja, een embossingmal. Met daarbij doet hij de gaatjes alvast stansen. Dus dat is dan weer een stans en een embossingmal. Speert dat anders? Dan deze, die is ontworpen door Paul Antonio. En die vind ik heel erg tof. Wat doe je hiermee? Je eigen boekjes maken. Dus je hebt hier deze. Nee, deze. Het is spiegelbeeld. Dit zijn je gaatjes. Dus voor dat boekbinding tooltje. En dan heb je hele mooie labeltjes. En dan ziet je boekje er ongeveer zo uit. Het is wel heel erg tof. Per stuk 40. Oké. Okay. Dan heb ik een stans van Jane Davenport. Jane Davenport komt met nieuwe stansen uit bij spellbinders. Nieuwe stansen, nieuwe stempels en nieuwe hot foil plates. En daarnaast komt ze ook uit met haar hele make-up lijn. Het is geen make-up, maar het is mixed media, maar het is gebaseerd op make-up. Die komt, is nu exclusief bij Michaels en die komt dan vanaf februari naar Nederland. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is heel snel ook al. En daarnaast hebben ze ook nieuwe krijtjes. Een soort gelato's. Markers. Witte pennen. En brushes die uitkomen. Dus dat is wel heel erg tof. Nou had ik. Even kijken of ik dat netjes neergelegd heb hier. En nu had ik. Nee, ik zie niet waar die is. Ik had een make and take gemaakt met een van de nieuwe stansen van Jane Davenport. Die was echt heel erg leuk. Oh, de starterskit, wat tof. Dan heb ik daarnaast een foilplate gekregen. Ik heb geen foilplate. Dus nou dacht ik, is misschien een leuke giveaway voor iemand die een foilplate heeft. Want ik heb hem niet. En ik zie hem ook niet zo heel snel in mijn nabije toekomst aanschaffen. Zeker niet met die foilkwil die eraan komt. Dus, als er iemand die kijkt een foilplate heeft, laat het me weten en uit iedereen ga ik kiezen. Dus het is als je hem ook leuk vindt, uiteraard. Dus als je dat leuk vindt en je hebt een foil plate, dan hoor ik het graag. Die nieuwe release, is dat begin of eind februari? Ga maar uit van eind. En wat ze me wel vertelde op de beurs, is dat de Jane Davenport Deep Sea Die Cutter, deze, limited edition is. Hij wordt niet meer bijgemaakt. Dus als je hem heel graag wil hebben, dan zou ik hem kopen. Want anders dan is die misschien op en dan heb je hem niet meer. Dus als iemand een hot foil plate heeft, dan weet je ook wat het is. Dan hoor ik het graag van je. Alleen bij Jane bestel je meestal na de Creative Vacation heb je in oktober wel een huis. Dus dat februari naar Nederland lijkt mij sterk optimistisch. Ja, dat klopt Jessica. Tenminste, dat was vorig jaar. Alleen dit product, deze producten liggen al in de winkels bij Michaels. Dus ze zijn er al. Dus vandaar dat ik wel denk dat het wel klopt. Dus dat is. Maar ga wel van eind uit, niet van begin. Maar dan heb ik het niet over deze producten. Dan heb ik het over die Making Faces lijn. Dus dat is de make-up lijn. Dus dat was spellbinders. Heel erg tof. Oh, en daar zat ook een rolletje. Even scherp stellen. Een rolletje glimmerfolie bij. En een foil plate, of een hot foil plate. Dat is een apparaat. Zo. Met een plaat. En die plaat die warm je op. Door dat apparaatje. En die plaat kun je zien als een onderplaat voor in je stansmachine. En wat je doet, die plaat plus stansje warm je op. Daaroverheen leg je folie. En dan door de druk en door de warmte druk je de stans af in folie op je kaart. En dat ziet er echt heel professioneel en heel erg mooi uit. Maar ik heb hem niet. En ik ben voorlopig ook niet van plan om hem aan te schaffen. Er zijn verschillende bedrijven die een foilplate hebben. Spellbinders heeft er één. En Crafters Companion heeft er één. En daarnaast komt dus die foilquill nu uit. Je hebt hem wel, maar nog niet uitgeprobeerd. Ah. Dus wil je ook, zou je deze willen winnen ook, Patricia? Of zeg je nou, ik vind deze niet zo mooi. Kan natuurlijk ook, hè? Ben ik heel eerlijk in op die beurs. Ook als ze dan niet zeggen, oh, wil je deze hebben? Zeg ik, nou, doe maar liever een ander, want deze ga ik niet gebruiken. Zeg ze, oh, wat goed dat je zo eerlijk bent. In het begin vond ik dat heel erg. Ik dacht, oh, ik weet niet of dat handig is. Maar dat was spellbinders. En dan over folie gesproken, wat echt heel tof is. Dat zijn deze. En eerst dacht ik, wat is er nou tof aan? Het is gewoon glitter. Glitterfolie.
Een goede reden om te gebruiken, de foil plate. Ja, precies. De glitter van de mink. Wat is daar anders aan dan aan folie? Ik zal even kijken of ik het kan laten zien. De velletjes. Hij zit echt heel goed dicht. Ik kijk even of ik het voorbeeldvelletje in mijn planner heb zitten. Want wat het anders is, is dus dat het niet folie is wat lijkt op glitter, maar dat het gewoon glitter is. De Making Faces van Stencils zijn eruit van Jane. Twee setjes, leuk. Oh, jij hebt er ook eentje. Stephanie, wil je ook kans maken daarop? Dan moet je het even zeggen. Even kijken hoor. Ik heb van alles verzameld in mijn pockets. Kijk, dit is gemaakt met een foil plate. Dus dit is dan een stansje. Dus in plaats van dat je een mink of wat anders gebruikt, dan is dat daarmee. Allemaal visitekaartjes. Maar zit daar dan ook een Heidi-kaartje tussen? Daar zit nog geen Heidi-kaartje tussen. Dus die moet ik even opsnorren. Die heb ik wel. Maar het is dus losse glitter. Dus die glitter, die zit ook. Toch kijken of ik hem open kan maken. Zit toch heel goed verpakt. Ben je er nog niet veel rijker mee? Zegt openbreken dit. Ik heb hier een velletje. Ze zitten dus ook nog per stuk verpakt. Dat is wel fijn. Dat scheelt. Hey Karin, lang niet gezien. Je doet mee voor die? Oké. Kijk, deze glitters. Ja, het is echt heel lastig te zien, maar dit is zitten dus los op. Kijk. Dus die glitter, op die plek waar je me dus ook aanraakt, daar beschadigt het dan ook. Dus daar moet je echt heel erg voorzichtig mee zijn. Die blijft dus zitten op de. Denk volgens mij alleen de lijm, maar dat moet ik nog even uittesten. Ze hebben speciale kaarten die erbij hoorden enzovoort. Maar het is dus echt glitter wat erop zit. En nadat je het eraf geborsteld hebt, nadat je klaar bent, dan kun je, net als de minkfolie, kun je die glitter wat er nog overblijft wel bewaren. Zit dat in mijn mond? Daarnaast zit het gewoon echt vast op die kaart. Dus dat is wel heel erg tof. Dus een nieuwe manier van glitter aanbrengen. Van de mink dus. En daar hoort dan een klein borsteltje bij. Die heb ik heel netjes opgeruimd vanmorgen. Oh, hier. En daar hoort dan een heel klein glitterborsteltje ook bij van de mink. Dus dat is wel heel erg tof. Even kijken, nu we toch kwasten hiervoor hebben staan. Deze zijn de blending brushes. Die mag ik uitproberen. Je kan inderdaad ook het filmpje. Nee, in dat filmpje gebruikt ze de folie en de pen, niet de glitter. Planner, heb jij er TN-boekjes in of allemaal papier? Ah, beide. TN-boekjes en papier. Snel doe de verpakking dicht. Ik kan niet alles lezen. De foil quill is dat een meerwaarde als je de mink hebt? Ja, dat denk ik wel. Want. Tenminste, als je een digitale snijmachine hebt, anders niet. Als je geen digitale snijmachine hebt, dan moet je dat niet doen. Het is niet ingewikkeld, die glitters. Het is alleen heel lastig uit te leggen, maar ik ga een filmpje maken. Dus dat komt heel erg goed. Komt helemaal goed. Hey Evelien, de borstels om te blenden. Ik ben heel benieuwd ernaar. Ze zijn heel erg buigzaam. Het is dat ik haar dit heb zien doen, anders dan had ik het niet gedurfd hoor. Ze zijn heel erg zacht. Je wil echt de hele tijd alleen maar dit doen. Maar ze schijnen in Amerika heel erg als make-up borstels verkocht te worden. Dus ik ben heel benieuwd of ze ook daadwerkelijk hetzelfde zouden zijn. We hadden eigenlijk even naar een dollarwinkel of zo moeten gaan. Om te kijken of we blending brushes bij de dollarstore hadden kunnen vinden.
Maar dit is, ja, dit is voor het blenden van onder andere distressinkten en andere inkten. Als je last van je handen hebt. Dus ik ga hier heel snel een videootje van maken. Ze hebben me de hele set gegeven. Dus ik heb alle maten. Dus dat is wel heel erg cool. De andere kwastjes die je erin ziet zitten, die zijn ook echt vet leuk. Dat zijn lijmkwastjes van American Crafts. Kijk hoe cool die zijn. Dus die zijn ook wel helemaal leuk. Je hebt een cameo. Ja, dan ja, vind ik het toch wel een meerwaarde. Foeie, hè? Je gaat je spaarrekening nog even overwegen. Je hebt ze van de Action gehad. Ik ben benieuwd. Daar hebben ze ze ook. Ga ik ze uitproberen. Ga ik ze vergelijken. Dus dat zijn die. En dan heb ik nog. Dit is mijn andere potje met kwasten. Al deze kwasten. Op deze na. Al deze kwasten heb ik meegenomen vanaf de beurs. Dat is echt heel erg veel. Het was heel grappig namelijk. We gingen op zondag kwamen we erachter. Dat de beurs maar tot 3 was in plaats van tot 5. Dus we hebben echt helemaal echt heel strak schema hebben we zondag de hele planning afgelopen. En het was er tijd over. En toen liepen we langs Royal en Longnickel. En toen zei ik, hey Karine, zo even kwastjes eien? Want dat vind ik altijd zo leuk te doen, even kwastjes eien. Dus we raakten in gesprek. En toen zei die man, nou, pak er maar een paar. Neem ze maar mee, gebruik ze maar. Dus Royal en Longnickel. Dankjewel. Dus we hebben bijvoorbeeld een geitenhaar mixed media brush. Een hele zachte, een hele grote. We hebben, nee, die niet. Die is van Vicky Putten. Even kijken hoor. We hebben rose gold penselen. Ook mixed media. We hebben hele mooie turquoise. En dit is een scrubber. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dit is een scrubber voor watercolor. Dus als je langs je lijntjes hebt gegaan. En je wilt het allemaal wat netter maken. Dan kun je het soort van gummen. Een scrubber. Dus die heb ik niet gedaan. Of dat ken ik nog niet. Oh, ik zit er even mee te lezen ondertussen. Hele mooie mixed media kwast. Een grote watercolor kwast. Die is heel erg tof. Hele fijne penseeltjes. Te zien. Penseeltjes die schuin lopen. Penseeltjes die het hoekje omgaan. Even kijken of ik die kan vinden er nou tussen. Dus deze. Voor als je om het hoekje wat moet doen. Of iets heel fijns moet tekenen. Dat is die. Dus dat was echt heel, heel, heel erg tof. Het lijken net make-up kwasten. Ja, het zijn kwasten van Royal en Longnickel. Toen ik vroeg of ze de mermaid kwasten of ik die ook mocht, zei ze nee, die niet. Sorry, nog niet. Ik durfde eindelijk te vragen. En toen zei ze nee, die niet. Want die waren op. Die moesten nog mee naar de Creative Vision. Dus dit is een watercolor brush. Dus ik heb van alles iets meegenomen. Dus dat is wel heel erg mooi. Er is hier nog een blauw-paarse brush. Ik heb van allerlei soorten wat meegenomen. En toen zei ze tegen Carina ook. Hier, jij ook. Watercolor brushes. Dus die heeft ook allemaal mooie kwastjes gekregen. Dus dat was wel heel erg tof. Heb je op die beurs niet het idee dat je tussen de bekende Nederlanders loopt? Oh, tussen de bekende scrappers. Ja, zeker. Onwijs. Echt heel erg tof. Nee, dit zijn niet van Royal Talents. Van Royal en Longnickel. Dus dat is wel heel erg tof. Vooral deze. Die is echt zo zacht. Die zegt. Oh, dat. Ja. Ja, dat is heel zacht. Daar word je heel blij van. Andere brushes die ik heb. Dit is een setje van Vicky Boutin. Dat is ook echt een heel leuk klein setje. Met wat kleinere penseeltjes. In allemaal hele leuke kleurtjes. Dus die zijn van Vicky Boutin. Met de platte kwast. Zijn ook goede zachte kwastjes. Ik ben heel benieuwd hoe die het doen. En daarnaast heeft ze ook een set met waterbrushes. Dus dat zijn deze. Met allemaal verschillende punten. Dus ik hoop dat het een beetje te zien is. Even kijken hoor. Er zitten hele brede bij en hele dunne. Heel eerlijk vind ik ze een beetje lijken op die van de IKEA. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat precies is. Ja, we zijn te gezellig in Nederlands. Dat vindt ze wel gezellig. Leuk hè? Nee, Karine heeft niet zoveel gekregen. Nee, alleen de penselen. Ja.
Maar dan nog niet zo heel veel. Dus alle andere dingen, dat is echt wel één keer krijg je dat. Daar zijn ze wel strikt in. Maar de brushes, die wel. Dat is wel heel tof. Dus dat waren de brushes. Wat heb ik nog meer? Even kijken hoor. Hoe lang ga je nog live? Nou, weet ik niet. Ik vind het heel erg gezellig. Ik ben nog niet moe, dus ik heb nog heel veel te laten zien. Ja, na 3 jaar kreeg je ook iets, inderdaad, Karine. Heeft IKEA van die waterbrusjes? Ja, toch, Karine? Die heb jij toch? Die waterbrusjes van IKEA? Ze doen mij daar een beetje aan denken. Alleen hier staat Vicky Boeten op. Zeker dit soort kwasten. Een hele brede. Dus ik moet ze nog allemaal uitproberen. Het enige wat ik gedaan heb vandaag en gisteren is alles uitpakken. En een beetje een plekje geven, zodat ik het ook kan gebruiken. Oh ja. Dit is wel iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. De watercolor brushes van Vicky Boeten. Ze lijken namelijk heel erg op de watercolor brushes van Jane Davenport. Ze lijken er wel heel erg op. Dus ik ben ook heel benieuwd of het dezelfde kwasten en penselen zijn. Want Jane Davenport is inmiddels verhuisd naar spelbinders. Dus ik vraag me af of de producten die bij Jane Davenport uitgekomen zijn, in andere kleuren, het zijn niet dezelfde kleuren, uitkomen nu bij Vicky Boutin. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Of die het zijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik ben benieuwd, Detje. En dan ga ik zo even. Laat naar bed, ja, precies. Ah, dankjewel, Jamie. Dus de watercolorbrushes van Vicky Boutin. En wat ook nieuw is, zijn blendable blending markers van American Crafts. En die hebben een dunne punt. Ik hoop dat het te zien is. Een dunne punt. En een brushpunt. En als het goed is, zijn ze denk ik ook met water te blenden. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dus ook die ga ik uitproberen. Dat zijn wel de pennen die ik heb. En toen kreeg ik van Keizerkraft. Ik heb van Keizerkraft nooit eerder eigenlijk spulletjes gekregen op wat papiertjes na. Hele domme vragen nogal off-topic. Waar kwam de sjaal van Carina vandaan? Die ze in de blog droeg. Ik vond hem zo leuk. Carine, je sjaal. Welke sjaal? Want ze heeft er meerdere gedragen. Dus welke sjaal vind jij leuk? maar ik kreeg ook deze gelpennen van Keizerkraft. Naast inktjes. Ik kreeg ook een setje met stempelinkten. Ik kreeg dus ook deze pennen van Keizerkraft. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe die schrijven. Het maakt heel veel herrie, dat doosje. Het zijn hele dunne pennetjes in pasteltintjes. Dus ik ben daar wel benieuwd naar hoe die precies kleuren. Dat vind ik wel leuk. Zou je helpen met uitproberen? Ik heb het te druk. Met de stippen en de bloemetjes. De stippen en de bloemetjes komt bij Taco Fashion vandaan. Die rood-zwarte, als je die bedoelt. En dan moet ik goed kijken of ik het goed weet, Karin. De blauwe met de bloemen, die kwam bij de Zeeman of de Vibra? Een van de twee vandaan. De rest weet ik niet. Maar die bloemen met die stipjes, daar hebben we heel hard om gelachen. Want die wilden we eigenlijk niet kopen. Toen weer wel, toen weer niet. Eerst wilden ze dat ik hem kocht. Toen heb ik hem niet gekocht, heb ze hem toch gekocht. Zo, doende. Dus dat was wel heel erg grappig. Een zwarte met stippen en bloemetjes. Wie is nu wiens PA? Carina is mijn PA. En dat is ook echt. Ze is ook echt. We gaan nu dit doen. We gaan nu dat doen. Je moet nu hier zijn. Het is zo laat. Je moet nu hier zijn. Hier is koffie. Hier is de. Ik ga dit even voor je filmen. Ik heb het voor je foto gezet. Ze is echt mijn PA. Anders dan lukt dit ook allemaal niet. Als je beginners testers zoekt, dan meld je je ook aan als vrijwilliger. Nee, joh. Ik moet wel iets te doen houden. Nee, ik doe dat allemaal wel. Doe ik wel graag zelf hoor. Vind ik wel leuk om te doen. Oh ja, wie heeft mijn happy dance gezien op mijn Instagram? Die mag raden waar die voor was. Oh, wist ik, maar het klonk net even anders.
Dank, dank. Ga ik van de week ook even kijken. Hij was bij Taco Fashion inderdaad. Weet iemand het? Of heb je hem niet gezien? De boemerang. Dat ik zo helemaal blij stond te doen. Ja, jij weet het, ja. Het was vermakelijk. Iedereen planners. Dat was omdat bij Doodlebug Design zij mij een cadeautje had gegeven. Oh, er valt van alles op de grond. Een Doodlebug Journal. Daar ben ik echt zo blij mee. Dus die is ook degene die ik ook het allerleukst vond. En die ik ook echt heel graag wilde hebben. En hij zit helemaal vol met boekjes. En met paperclips. En ik heb beloofd om hem uit te testen. Het papier uit te testen. En wat filmpjes over te maken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Met de Doodlebug planner. Nee, ik had deze gekregen. Tupperware party. Oh ja, die is meegeweest ook hè, naar Amerika. Een planner, ja precies. Helemaal goed. Ik ruim even op wat gevallen is, want anders dan rijd ik er zo meteen overheen. En dan wil je die mink glittervelletjes niet aandoen. Zo. Dus die gaan jullie binnenkort ook terugzien. En misschien maak ik hier wel ook een vakantiealbum van. Dat zou ik misschien wel doen. Dus wie weet, wie weet. Ja, het is echt heel erg tof. En ik ga nu ongeveer 10, 12 jaar naar de beurs. En 10, 12 jaar vraag ik al elk jaar aan Cynthia, dat is de eigenaresse. Do you have samples? En dit jaar zegt ze, nee, ze zegt, maar weet je wat? Deze, die kan je, mag je meenemen. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dit was ook het enige wat product wat daadwerkelijk echt was. De rest was allemaal nog nep en geprint. Dus dat is wel heel erg goed. De minkglitters zijn die al te koop, durf ik niet te zeggen. Ik had even bij de groothandel misschien moeten kijken of of dingen al leverbaar zijn. Maar de minkglitters durf ik niet te zeggen. Ik denk wel binnenkort hoor. Dat moet wel goed komen. Want even kijken. Er komen ook nieuwe minkfolies uit. En nieuwe mink inktpennen. Je hebt wel lef. Ja, precies. Zijn alle foils te gebruiken met de nieuwe quill tool? Nee. Die heb je niet. Deze folies bijvoorbeeld. Dit is een nieuwe folie van Decofoil. Ook heel erg tof. Maar deze reageren niet op hitte. Die reageren op lijm. Want anders zou je ze niet door de mink kunnen gebruiken. Ik had net dat hele kleine dingetje. Deze. Dit is hot foil. Deze reageren op hitte. Dus je kunt alleen folies gebruiken die geschikt zijn voor hot foil plates. Voor de heatwave en dus voor de foil quill. En voor de mink en voor de lamineerapparaten kun je decofoil mink gebruiken. Of transfer foils. En dat werkt dus ook met lijm. Deze dus niet. Dus dat is het verschil tussen de folies. Je hebt geen TN meer nodig. Gebruik degene die ik heb nu al niet. Ah, ja, dat kan hè. Doodlebug. Ja. Doodlebug. Hebben, hebben, hebben. Ja, hè. Happy Planner stond er niet. Ik moet even kijken, wat heb ik nog meer liggen. Dit heb ik laten zien, dit heb ik laten zien. Ik heb nieuwe stenseltjes meegekregen van Moxie. Moxie is een nieuw merk bij American Crafts. En dat vervangt de Zing-collectie. Dus dit is alles voor glitter en stenseltjes. Dus ik vond dit wel hele leuke stenseltjes. En zoals je ziet heb ik er twee. Dus dat is eentje is voor een giveaway. Even kijken, wat hebben we nog meer? Mixed Media Tools van Vicky Boutin. Dit is een siliconen schraper en een siliconen spatel. Dus ik ben heel benieuwd daarnaar. Hiermee kun je je verf mooi plat maken, randjes en textuur toevoegen. Dus ben ik heel erg benieuwd naar. Maar mink is ook warmte of ziekte. Ja, mink is een lamineerapparaat en de producten die daar doorheen gaan, bijvoorbeeld geprint met laser. Die worden plakkerig door hitte. En daardoor plakt de folie erop. Dus vandaar dat het.
Oh, hij is. Oh, sorry. Hij is voor Carina. Dan heeft Carina waarschijnlijk een andere. Want ik dacht dat ik twee verschillen had. Dan is deze voor Carina. Sorry, Carina. Ik geef gewoon je spullen weg. Oh, even scherp stellen. Doet hij het vanzelf? Ja. 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 Die leuke kaart van Lan van. Weet je ook hoe je die maakte? Ze hadden alleen alles al gestempeld voor ons. De stempelset heb ik niet. Maar we hoefden eigenlijk alleen maar het in elkaar te lijmen. Maar dat was wel heel erg leuk. Die heb ik wel ergens, maar niet hier heel snel in de buurt. Dus dat dan weer niet. Nee. Dus dat waren eigenlijk alle tools wel. Daar heb ik natuurlijk ook nog wel papier mee gekregen. En stickers en zo. We hebben nog stempels. Kijk hoor. We kregen een heel klein pink en main sticker. Stempeltje. Was echt heel schattig. Die gaven ze weg. Dus die kreeg iedereen. Deze heb ik bij de Michaels gekocht. Standsetje. Dus die heb ik zelf gekocht. Die kon ik niet laten liggen. Deze kreeg je bij Gina Kay als je visitekaartje inleverde. Dus dat kon je ook maar één keer doen. Heel moeilijk te zien. De hele schattige. En dan heb ik van Kelly Creates nog twee stempelsetjes. Voor borders voor op de voorkant van een envelop bijvoorbeeld. Maar ik zie natuurlijk al hele mooie Project Life kaartjes voor me. Dus dat is ook wel heel erg leuk. In mijn roze mapje, ja, dat klopt. Pink Fresh Studio heb ik alleen stickers en papier gekregen. En embellishments, geen stempels. Je valt bijna om. Lama. Het is 9:30. Het is nog niet eens zo heel erg laat. Ik heb het allemaal al uitgezocht. Maar dit is wat ik heb. Het is echt heel veel. Dus ik kan echt niet alles laten zien. Dus is er een speciale lijn waar je benieuwd naar bent? Ik heb niet alles van de lijnen trouwens. Het meeste is papier en dan één stickervelletje bijvoorbeeld. Of één setje washi-tapejes bijvoorbeeld. Wat rust en dan zie. Had je eigen vliegtuig met eigen ruimte terug? Wat ben je goed verwend? Nee, ik heb wel een extra koffer ingecheckt. We zijn naar de Goodwill geweest. En de Goodwill is een tweedehands winkel. En daar hebben we een extra koffer gekocht. En daar hebben we alles ingestopt. En verwacht nog een uur of drie. Ja. Gefeliciteerd. Crepe paper. Ik had geen overgewicht qua bagage, want ik heb een extra koffer ingecheckt. Die koffer was wel gewoon als een maximum. Dat dan weer wel natuurlijk. Even kijken. Crepe paper. De weddinglijn. Is er een weddinglijn? Ik heb geen weddinglijn. Echo Park of lijn geschikt voor jongens. Ik heb geen Echo Park, helaas. Helaas, helaas, helaas. Weddinglijn, cool, wow, great. Alle trollies. Ja, maar niet... luister, Rosalie. Die samples, die krijgt niet iedereen. Ook op de beurs niet. het is heel... ja, hoe zal ik het zeggen? Ik ben echt wel een van de weinige mensen die daar samples krijgt en pakt. Want Pink Fresh heeft bijvoorbeeld ook alles maar één keer op de beurs liggen. En dan krijg ik het mee. Dus dat is wel heel erg cool. En dat krijg ik dan omdat het voor hun goedkoper is om het naar bloggers enzovoort te sturen in Amerika. Dus voor mij, daarom is het voor mij de moeite waard om ook daar naartoe te gaan. Want ik ben zo'n gekke Henkie die gewoon een extra koffer koopt. Oh, je bedoelde niet die overgewicht. Ja, precies. Een koele lijn voor jongens. Even kijken. Dit is een hele leuke lijn voor jongens. Dit is een lijn van Pebbles. Van het circus. Daar was alleen heel weinig van. Dus dit is ook al het papier wat ik er maar van heb. Dat zijn dan vier pelletjes. Maar wel heel erg leuk qua kleur. En met circus. Hier zitten dan wel wat bloemetjes bij. Maar de achterkanten maken dat dan wel weer goed. En daar heb ik dan ook een ephemera packje van. Dus die is wel echt heel erg thema voor jongens. Maar ik vind het wel qua kleuren heel erg leuk. En ik heb nu op
Nu ik thuis ben, heb ik alles netjes op lijm gesorteerd en in ziplocks gestoken. Maar daar hebben we natuurlijk alles in koffers gestoken en zoveel mogelijk alles bij elkaar. Even kijken, kreeftpeper, hè, werd net genoemd. Nou heb ik Sunny Day, als het goed is. Even zoeken. Er was ook een lijn van Hard, maar daar heb ik alleen maar een paar velletjes papier van kunnen krijgen. De rest niet. Er was niks meer van. Als je niks kan kopen, wat shout iedereen? Nou, dat zijn vooral de winkeliers. En de winkeliers die krijgen natuurlijk allemaal catalogussen mee. En vaak als je iets koopt, dan krijg je ook nog wel iets voor in de winkel. Dus dat is wel, moet ik wel zeggen. Die trolley zit vol met voedsel, ook dat inderdaad. En workshops volgen. Ja. En het waren ook wel veel prijzen te winnen en zo hoor. Sunny Day. Sunny Day heb ik wel flink wat spulletjes voor kunnen krijgen. Dus dat is wel heel erg leuk. Een vrij volledige collectie. Kijk dat ik niet op mijn toetsenbord het neerleg. Ik heb hiervan epoxy stickers. Mooie zwarte teksten. Met Sun and Shine. Een stickervel. Die is ook heel erg leuk. Stenceltjes. Dus die zijn heel nieuw. En hun zijn ook uitgekomen met verf nu bij deze lijn. Dus dat is ook wel heel erg cool. Een heel mooi alfabet setje. Ik vind het zelf wel heel cool. En wat papiertjes. Ik moet zeggen, deze schelpenpatroon vind ik niet de allerleukste. Maar de achterkant is wel weer erg leuk. Kijk of ik het zo een beetje kan laten zien. Dus dit zijn de lijnen van kreetpeper van Sunny Day. Het zit roze in, maar ook veel blauw en ook veel, veel groen. Dit is altijd wel een goed overzicht, zo'n vel. Van de kleuren. Wat heel erg nieuw is, dat zijn die. Hij zit aan deze kant. Dat zijn die echte foto's. Ik ben er niet zo'n fan van. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dit in veel, veel dingetjes wel. Even kijken hoor. Hoi Claudia. Heb je de nieuwe lijn van Heidi Swap ook? Nee. Die Wolfpack is mooi hè. Die had ik wel graag willen hebben. Maar die heb ik niet. Ik ga hem wel nog aanvragen. En misschien lukt het nog om hem te krijgen. Dus die is wel heel erg leuk. Sunny Day. Die blauw is mooi, hè? Echte foto's, ja. El Evelien, ben ik niet de enige daarin? Ik vind dat niet zo leuk. Ik had gehoopt dat we die fase achter ons hadden gelaten. Maar er zijn verschillende lijnen die dat hebben. Eén daarvan is de Dear Lizzie-lijn. Waar ik de Dear Lizzie-lijn echt wel heel erg tof vind, overigens. Maar ik vind het een beetje jammer dat ze die erin gestopt hebben. Even kijken hoor. Ik had heel netjes op volgorde en nu stop ik hem verkeerd terug. Die niet. Die niet. Deze. Dit is een van mijn favoriete lijnen. Dat is de Dear Lizzie-lijn. Ik zet even dat kratje weg. Heel veel geel en oranje en rood. Dat vind ik echt super mooie kleuren. Dat zijn deze. Alfabet setje. Die ook echt heel erg mooi is. Goud puffy. En dan wat papiertjes. Dit zijn ook alle stickertjes die ik ervan heb hoor. Van die lijn. Kijk, dit vind ik echt heel erg leuk. Maar dan hebben ze ook. Hebben ze ineens ook deze. En ik hou heel erg van citroenen. Geen vies gezicht. Ik hou heel erg van citroenen, maar niet van die echte foto's. Vind ik echt niet mooi. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ja, erg hè? Pink Paisley? Niet zo heel veel. Nee, helaas. Maar de achterkant van dit papiertje is natuurlijk wel weer heel erg leuk. Dus daarom heb ik hem meegenomen. Maar dat, ja, ik. Helaas heb ik het bij meerdere lijnen gezien. Ik vind het niet mijn ding. Bij Keizerkraft heb ik het gezien. Bij Mijn Wijns Ei. En bij
Treedpeper dus. En bij American Crafts. Kijk, wil je nog meer echt foto's ertussen zitten? Nee, dat was het volgens mij wel. Sowieso viel het me op hoe weinig scribbelmerken er eigenlijk zijn nog. Die echt alleen maar scribbelpapier verkopen. Je hebt natuurlijk Doodlebug en Echo, American Crafts. Creepaper, maar die horen allemaal onder American Crafts merk. Graphic 45 en Prima Marketing. Maar de Prima Marketing heeft veel minder scribbelmaterialen steeds. En dat moet ook wel je smaak zijn. Photo Play Paper. En dat was het eigenlijk wel. Dus dat is wel interessant. Omdat Jellybean Soup heb je nog. Maar die gaan ook steeds meer kaarten erbij maken. En steeds meer andere dingen doen. Dus dat is wel grappig. Maar die foto... Nee, dat is nog niet mijn ding. Nee, dat niet. Dat was een hele mooie lijn van Pink Paisley. Indigo Hills heet die zo. Weet ik niet zeker, maar het is echt een hele mooie blauw en crèmekleurige lijn. Helaas geen samples van. Dus wie weet dat ik die nog aan kan vragen. Nooit gezien. Ik heb geen Doodlebug. Het enige wat ik van Doodlebug gekregen heb, is deze. Simple Stories, Echo Park, Doodlebug, Ranger. Dat zijn merken waar ik geen samples van krijg. Die moet ik zelf kopen. En als je mij die spullen ook ziet gebruiken, dan heb ik ze ook gewoon zelf gekocht. Mijn grootste sponsor is American Crafts. En Pink Fresh Studio. Oh, nee, Annemarie, daar ken ik de naam van. Indigo Hills is de naam van Pink Fresh Studio. Pink Paisley heeft een andere, ook Indigo iets. Maar dat is hem niet. Ja, precies. Indigo Hills is van Pink Fresh Studio. Pink Fresh Studio heb ik wel wat van gekregen. En... daar heb ik dan wel meteen zeg maar het hele pakket van. Dus dat is wel heel erg tof. En die hebben Joyful Day. Even kijken hoor. Everyday Music. En ik had ze dus heel netjes op volgorde, maar ik heb net dus die kits ertussen uitgezet. En hier Out and About. En dit is mijn favoriete collectie. Daar zit niet alles bij, helaas. Maar ja, je kan niet alles hebben, hè? Dus dat is wel heel erg cool. Horizon heb ik alleen een paar papiervelletjes van. Dat is niet zoveel. Ja, ook blauw inderdaad, Annemarie. Dat is heel erg mooi. Bijna. Nee, er zijn dus drie nieuwe lijnen uit. Everyday Musing, Out and About en Joyful Day. Dus die zijn ook wel heel erg cool. En deze, is dat deze lijn? Sowieso heeft deze hele mooie outfit stickertjes. Heel dun, heel fijntjes. Dus die vind ik heel erg tof. En hun kleurgebruik vind ik gewoon heel erg leuk. Dus dat is wel heel erg cool. Dus dat zijn die. Dus dat ga je me nog wel zien gebruiken. Ook mooie ephemera packs hebben hun erbij zitten. We hadden ook in het assortiment een hele mooie standset en stempelset. Maar die kon ze me niet geven, want die had ze al niet anders beloofd. Maar die deed een heel dun randje stansen en dan de letters ook stansen. Je vond Pink Fresh tegenvallen op Creative World. Ja, dat weet ik niet. Het hangt er vanaf wat er hing natuurlijk. En bij wie dat hing ook. Want ik weet niet of Pink Fresh er zelf stond. Volgend jaar ga ik ook naar Creative World. Felicity Jane staat niet op de beurs. Nee. Nee. Ook Fancy Pen staat er niet, als die nog bestaan. Studio Calico staat er niet. Wie staat er nog meer niet? Meer My Bigger Deal stond er dit jaar niet. Dus dat zijn best wel veel merken die er niet staan. Elizabeth Craft Design staat er niet. Dus dat is ook wel grappig. Maar dit was dus Pink Fresh Studio. En dan, daarnaast heb ik nog wat kleine losse lijntjes en series van American Crafts. En dan was dat het wel. Nou, dat is een goede score, geloof ik. Als ik het zo zie. Toch? Dus ik... als je nog wat wil weten, hoor ik het graag. Volgend jaar Creative World. Jawel, ga ik ook naar Amerika. Ellie Edwards staat er ook niet. Nee.
Coco vanilla? Nee, staat er ook niet. Ah. Ja, ik ben inderdaad terug. Hoi Nancy. Ja, gaat goed eigenlijk. Vandaag, ik moet opletten dat ik zo naar bed ga, want anders wordt het te laat. En dan ga ik niet meer slapen, maar ik heb vannacht goed geslapen. Dus ja, gaat goed. Ja, morgen weer beginnen met werken. Je hoopt naar Paper Passion te gaan. Paper Passion is ook leuk. Ga ik ook naartoe, is ook een leuke beurs. Nee, dit zijn natuurlijk tradeshows of creatieve werkbeurzen. Dat is Creative World ook. En dan heb je ook nog de CreaVac in oktober. Dat is ook heel erg leuk. Daar worden ook allemaal wat nieuwe dingetjes gereleased. Wat altijd nog wel een dingetje is, in juli heb je de PSA. En dat is een beetje de middenbeurs. Maar die is in Utah. En de tickets alleen al zijn $1000, €1000 per persoon. Dus die doe ik niet. Dat kan ik niet betalen. Deze beurs ook, deze tickets en hoe heet het? Mijn tickets en hotels en dat soort dingen, dat betaal ik ook allemaal zelf. Wel van mijn werk. Dus dat is wel heel erg cool dat dat lukt. Maar een ticket naar Utah, dat ga ik er niet uithalen. Dat lukt niet. Ja, Carina heeft al 2 dagen gewerkt. Ik ga morgen weer werken. Kinderen hadden vandaag studiedag. Laurin, of ik het papier van Gaby al eens geprobeerd heb. Van Love by Gaby bedoel je? Nee, heb ik niet. Ja, ik heb wel een. Nee, ik heb geen papier van haar. Nee. Moest ik even bij nadenken. En bedoel je dan van de planners of bedoel je het scrapbookpapier? Het scrapbookpapier is niet mijn smaak. Maar de planner inserts, ja, kan natuurlijk altijd. Dus dat is hem. Ja, en dan is het bedtijd, denk ik. Ik vond het in ieder geval heel gezellig eventjes om even bij te kletsen. Ja, wat hebben we allemaal gedaan? Het was gewoon heel gezellig. Het spel bijna is ontbijt. Oh, dat is wel heel cool. We zijn zondagavond. Was het zondagavond? Ja, zondagavond zijn we met Judy van Judykins uit eten geweest. En met Paul Antonio ook. Die was erbij. Dat was heel erg tof, heel gezellig. Die man kan toch zo heerlijke verhalen vertellen. Dus dat is heel erg leuk. Nancy, hoe groot is de stapel goodies? Heel erg groot. Ik heb een extra koffer gekocht en die zat vol. Ja, dus als je de video terugkijkt, dan kun je het wel zien. En jullie gaan natuurlijk heel veel van deze nieuwe van deze aanwinsten zien in video's. Want dat is wel natuurlijk. En nu begint voor mij het werken. Want ik krijg deze producten natuurlijk wel op voorwaarde van. Dus ik moet natuurlijk wel hard aan de bak. En dat komt er wel goed. Daar heb ik zin in. Dus ik vond het heel erg gezellig. Deze opzet is dus even anders. Deze camera ga ik wel gebruiken voor mijn video's. Voor live video's. Maar ik moet even kijken hoe ik hem op kan hangen. Zodat jullie mijn bureau kunnen zien. In plaats van dat je de hele tijd naar mij zit te kijken. Dus dat is wel gezellig voor een keertje. Maar niet heel erg handig. Nee, ik kan niet komen helpen. Moet ik alleen doen. leuk. Dank jullie wel. Ja, gaat me zeker lukken. Ik heb er ook zin in. Dus bedankt allemaal voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag terug volgende week. Als je deze video's wilt delen, bijvoorbeeld ook en zo. En mijn pagina wilt liken, dan vind ik dat allemaal extra leuk. En ook voor mijn YouTube-kanaal en Instagram. Even pluggen. Dus bedankt allemaal. Genieten, ga ik zeker doen. Welterusten. Doeg!